een leuk intermezzo. Het had veel langer kunnen duren. Want ik heb een tekst waarvan ik me realiseer dat wel een aantal zaken de revue gepasseerd zijn. Maar ik ga het toch voorlezen, want ik heb er even wat moeite op gedaan. 50 jaar een Efteling zijn vandaag verleden tijd. En daarmee een geschiedenis die altijd zo zal zijn zoals ze is. Heden 31 mei 2002 bestaat de Efteling 50 jaar. 50 jaar. Een respectabele leeftijd. Gemeten naar een mensenleven is de halve eeuw alleszins aanleiding er een bijzondere aandacht aan te schenken. Een leeftijd om te vieren en een leeftijd om de gebeurtenissen in haar verleden in boekvorm vast te leggen, voordat ze in de vergetelheid raakten of langzaam verworden tot sprookjes, maar dan van een andere aard dan de sprookjes die haar geschiedenis hebben gedragen. De geschiedenis van de Efteling is vooral de geschiedenis van haar mensen. Mensen die in veelal meer dan normale verbondenheid, met veel betrokkenheid en emotie hun bijdrage hebben geleverd aan een bedrijf waarin een hecht familiegevoel hen verbond. Waar het wel en wee van de Efteling onderdeel uitmaakte van het dagelijkse leven en 24 uur per dag, ook in de huiselijke kring hen voortdurend betrokken hield. Het schrijven van de Efteling-geschiedenis is mede daarom geen geringe opgave geweest. Er moesten selectieve keuzes gemaakt worden om personen en zaken, illustraties en foto's op 200 pagina's, meer dan 200 pagina's, onder te brengen, waarbij we ons zeer bewust werden van het feit dat de eigen Efteling-familie tekort gedaan moest worden, omdat de betekenis van vele van haar geschiedenis onderbelicht zou blijven. Te meer daar we ons tot taak gesteld hadden dat het boek De Efteling, Chroniek van een Sprookje, een integer en prettig leesbaar document moest gaan worden, waarin de Efteling zichzelf herkent en waarin de grote schare van trouwe gasten informatie en beelden in terugvindt die haar tot dusver onthouden gebleven waren. Het zal duidelijk zijn dat vorm en inhoud voortdurend afgewogen zijn om een evenwicht te scheppen tussen een familiair onder onsje en een historisch, informatief en boeiend document. Met enige schroom denken we te mogen zeggen dat we hierin geslaagd zijn. Wij vinden het een fraai boek en we zijn er dan ook een beetje trots op. Al kunnen we ons niet losmaken van het gevoel dat we onvoldoende recht hebben kunnen doen aan de aandacht en waardering voor een ieder die in het roemrijke Efteling-avontuur zijn of haar aandeel leverde. In dit jaar is er met man en macht, vooral ook met vrouw en macht, met enorme inzet gewerkt om deze gedenkwaardige datum van vandaag te halen. Onze bijzondere dank gaat hierbij uit naar de sympathieke archivaris Gerry van Dongen, die bergen van werk heeft en daarbij haar zonnige humeur steeds wist te bewaren. 10 jaar archiefwerk van haar wordt in dit boek zichtbaar. Alles werd minutieus gecontroleerd. Vele weekenden was ze bezig, waarvan akte. Zonder haar kon dit boek zeker vandaag niet verschijnen. Zij maakte de voorselecties uit gigantische staatsvergeelde documenten en wist het overzicht te bewaren, waardoor alles veel makkelijker werd. Later werd ze bijgestaan door een mens die als vrijwilligster weer op het oude vertrouwde Efteling-nest neerstreek en ervan genoot om weer eens bij de familie te zijn. Gerry en Ine, hartelijk dank. Vandaag is de dag van loon naar werken. Veel dank ook naar Karin Kottelmans, die zich, zoals wij haar ook langer kennen, helemaal op het boek gestort heeft, terwijl ze toch parttime werkt. Het boekavontuur wilde ze niet aan zich laten ontglippen, ook niet toen haar zwangerschap haar de bakens iets deed verzetten. Karin was de kritische van het redactieteam. Acribie is een moeilijk woord, maar zij weet het te schrijven en vooral wat het betekent. Overigens, het redactieteam vulde elkaar goed aan. Iedereen corrigeerde natuurlijk vanuit zijn eigen discipline en vanuit zijn eigen optiek. Karin, nogmaals, hartelijk dank. Ik zie je. Henk Groene heeft zeker niet de dankbaarste taak vervuld bij het tot stand komen van het boek.
Hij hoopte dat zijn mede-redactieleden en uitgever hem nog een beetje aardig zullen vinden. Budget bleek ook hier weer een crime. En het planningsschema op een goede rail houden heeft dus veel van zijn zenuwen gevergd. Hij doet er misschien nu een beetje luchtig over, maar als toeschouwer kan ik u melden dat zijn zorgen van zijn gezicht af te lezen waren. Daarnaast was er namelijk nog iets meer dan het boek dat de jubileer van de Efteling van hem vroeg en nog steeds vraagt. Henk, chapeau en hartelijk dank. Met toeschouwer teken ik een beetje mijn eigen rol in het redactieteam. Ik mocht op gezette tijden bijzitten en hoorde meestal zwijgend de gesprekken aan. Ik dank het hele team van harte dat ze me als Nestor hebben ontzien. Ook al voel ik me niet oud, de jaren gaan wel tellen. En nu, een boek moet ook nog geschreven worden. Er werd eens vanuit onze eigen kringen geopperd dat het iemand van ons zou kunnen zijn. Een lid van de Efteling-familie. En men keek mij daar wat langer bij aan. Misschien zou dat met de hulp van Ghost Rider een optie geweest zijn. Maar het leek ons vele malen beter een schrijver van buiten uit te nodigen. En met wat meer emotionele afstand de inhoud voor het bredere publiek interessanter te kunnen presenteren. Immers wat wij zelf vanzelfsprekend vinden om dat te vermelden, kan door een derde partij totaal anders gezien zijn. En een wat meer onafhankelijke positie van de schrijver, met een mandaat dat ruimte biedt ten opzichte van soms gevoelige items, zou meer openheid teweeg kunnen brengen en daarbij een feitelijke weergave van het verleden kunnen dienen. De insteek was niet selling the story, maar telling the story. Met haar wel en met haar wil. Na een dwaaltocht die tijd kostte, zijn we wat laat terechtgekomen bij Henk van den Diepstraten met het verzoek deze niet eenvoudige klus op zich te willen nemen. Henk schrijft al 20 jaar teksten voor de Efteling, is daardoor niet blank ook in kennis en weten, en het lijkt dan ook opmerkelijk dat we niet op voorhand bij hem hebben aangeklopt. Hij was een beetje familie eigenlijk, maar toch, de onafhankelijke positie bleek in hem gewaarborgd. Zijn vrije en kritische opstelling bij het verwerken van de hem aangereikte en zelfverworven informatie is naar onze overtuiging op correcte en integere wijze weergegeven. Het mag een geweldige prestatie genoemd worden dat hij in een relatief korte tijd zoveel informatie uit oude schriftjes, krantenknipsels, memo's, etc. en vele interviews tot een prettig leesbaar boek mocht worden omgevormd. Ik ben niet zeker of hij zijn goed was. Een boek waar men op een willekeurige plaats kan inbreken, een boek dus voor een grote lezersgroep. De vier verhaallijnen van het boek maken dit mogelijk. En het is mede aan Henk te danken dat de ingewikkelde mix van chronologie, satellietberichten, human interest verhalen en de attractiegroei per decennium tot dit resultaat heeft geleid. Henk, wij van de redactie, vonden het een boeiend avontuur met je te werken. Het was een prettige periode. En Henk, ook al was je van buiten, welkom bij de familie. Een boek moet zichzelf presenteren en uitnodigen tot inkijken en lezen en daarmee is het ontwerp van een boek een zeer bepalende factor voor succes. We hebben Henk van de Diepstraten moeten vragen om het boek te schrijven. Robert Jaap Jansen was eenvoudigweg niet te ontwijken om het boek vorm te geven. Ik moet in deze memoreren dat Robert Jaap, hopend op het verzoek het boek grafisch en vormgevingstechnisch aan elkaar te sleutelen, de toezegging al half in de pocket had. Maar daarna raakte hij verwikkeld in een zeer naar auto-ongeluk, waarbij hij schuldloos het slachtoffer was en vele weken in het ziekenhuis belandde. De herstelperiode liep langzaam, maar gelukkig, met een na de ernstige verwondingen van toen alleszins fraai resultaat. Je mag dankbaar zijn dat je er zo uitkomt na zo'n forse klap.
Nauwelijks had het ziekenhuis met een arm en pols die van een indrukwekkend roestvrijstalen steigerwerk was voorzien, liet hij zich naar de Efteling rijden. En staande voor de nog gesloten slagboom zag hij mijn parkeerterrein afkomen. Als een haas polderde hij uit de auto, liet mij tegen met de kreet: Amy, hoe is het met het boek? Je gaat dat doen, hè? Ik kan het best. Ik deze niet. Doe het al. Daarop hebben al die andere ontwerpers die we over het oog hadden maar afgezegd. Voor deel van de twijfel die gegeven. Robert Jep Jansen, die ook bekend van de postzegels, die heeft het serieus gehoord, is een gedreven Eftelinger met vele stijlen en grafische uitingen die niet zelden de prijzen vallen. Mijn uitdrukkelijke verzoek om op een meer ingetogen wijze dan hem eigen is een klassieke ogenboek vorm te geven, heeft geresulteerd in een product dat er mag zijn. Met Robert Jaaps onmiskenbare handschrift. Robert Jaap, chapeau. Boeken moeten gedrukt en uitgegeven worden. We hebben gezocht naar een uitgever die het boek ook buiten de poorten van ons park zou brengen, maar ook wilde voldoen en kon voldoen aan de kwaliteitseisen die we stelden. We hebben die gevonden in de Baanse uitgever BV, uitgevers BV, Kirion. Wij zijn er ons van bewust dat een samenwerking met een partner zoals de Efteling een enigszins afwijkend karakter heeft gehad. Het moet beslist anders dan anders geweest zijn, want de zelfdoener Kabouter Pikkelmee vertoont niet helemaal graag in zijn eigen kunstjes en is daarbij wat springerig van aard. Maar het resultaat staat. En we menen vast te mogen stellen dat we erg gelukkig zijn met elkaar. Onze hartelijk dank en respect gaat dan ook uit naar Yolande Michon, die ons kundig begeleid heeft op dit voor ons onbekende pad. Naar Daniel Valk van de Pro-redactie. Bedankt voor het hoge tempo waardoor alles op tijd gereed gekomen is. En onze dank naar directeur Arnold Oosterhold, voor het vertrouwen en de samenwerking om het jubileumboek groots aan te bieden in alle boekhandels in Nederland en Vlaanderen. Er zijn bij het tot stand komen van het jubileumboek nog vele andere betrokken geweest, waarvoor een woord van dank zeer op zijn plaats is. Ik moge je bij Hans Pritselmaar en Theo Oostendorp noemen voor hun adviezen. Richard de Bruin en Jan Eckers van Your Color Creative, waarmee de Efteling een lange geschiedenis deelt, en last but not least René Mossel. Tevens willen we niet vergeten iedereen te bedanken die bereid is gevonden een interview te geven voor hun tijd en voor hun bereidwilligheid. Wij zijn ervan overtuigd dat niemand het als een verhoor ervaren heeft. De schrijver heeft althans bij de meeste de woordenstroom niet hoeven te ontlokken. Gesprekken van uren zijn samengevat, daar één pagina per geïnterviewde slechts plaats bood in het boek. Daar waar één. Chinees is ook iets moois. Tja, daar moet zo'n boek ook zo keurig geredigeerd worden, want anders wordt het één grote mest op. Wie weet. Wanneer we 60 Efteling schrijven, er opnieuw en meer geput kan worden uit die interviews, die ook nog gepaard gingen met een cameraregistratie en die in onze archieven opgeslagen blijft. Nogmaals, jongens, al onze hartelijke dank. En nu het boek er is, op de dag precies 50 jaar na opening van het Sprookjespark, realiseren we ons dat het ons niet meer gegeven is het eerste exemplaar te kunnen aanbieden aan de pioniers, de stichters die het avontuur de Efteling, dat zo'n glansrijke geschiedenis mocht doormaken, samen aangingen. Stichters waaronder Rijn van der Heijden, Peter Rijns en Anton Pieck zijn niet meer onder ons, maar onze gedachten zijn zeker vandaag wel bij hen. Wel onder ons is de man die gedurende meer dan 30 lange jaren het sprookje van de Efteling als medebestuurder van de stichting met veel passie en inzet tot op de dag van vandaag actief heeft gekoesterd en uitgebouwd. Een man die in die functie respect verwierf door de gedegenheid waarin hij kennis nam van alle bestuurlijke vraagstukken
en niet te ontwijken bleek bij zijn kritische bemerkingen, waaruit bleek dat hij er had over nagedacht. Nu, als voorzitter van de Stichting Natuurpark de Efteling, onverminderd met hart en ziel verbonden aan het wel en wee van moeder Efteling, en vooral aan het door hem in het leven geroepen project Villa Pardoes, waar, zoals bekend mag zijn, kinderen met een levensbedreigende ziekte samen met hun gezin gratis een onbezorgde tijd in een fraaie accommodatie mogen doorbrengen met een open poort naar de Efteling en vele andere attractieparken in ons mooie Midden-Brabant. Ik zal nog een rijtje van de hem geïnitieerde activiteiten van maatschappelijk en cultureel belang hier aan toe kunnen voegen, maar dat zou ik nu even bezig moeten zijn. Kortom, ik beschouw het persoonlijk als een grote eer om namens allen die hun bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het boek en namens alle Eftelingers het eerste exemplaar van het jubileumboek De Efteling, Chroniek van een Sprookje, te mogen aanbieden aan Piet van Haren en daarbij te danken voor alles wat hij heeft bijgedragen aan onze gemeenschappelijke trots, onze dierbare Efteling.